hebben na dat ik noem dat meer een eigen goal, achter de feiten gelopen. En Sint-Truiden heeft vanuit zijn discipline, vanuit zijn organisatie, dat ook verstandig gedaan. Dat hebben ze goed gedaan. Maar dat heeft er ons heel veel pijn gedaan. En toen 0-3 kwam, toen zag je dat het publiek begon te reageren. Ik kan dat ook wel begrijpen, maar hier helpen we ook echt niemand mee. Ik denk dat we vandaag ook alles hebben gedaan, fysisch wat we konden. Onze momenten waren ongelukkig, we hebben risico's moeten nemen. Er zijn kansen genoeg geweest om ook te scoren. Maar daarin kunnen we onze groep daarin ook, ja goed, onze tekortkomen ook naar voren brengen. Daar hebben we niet genoeg scherpte getoond, te weinig kwaliteit getoond. En dan gaan we ook niet te veel praten over Daams of de Keulaar. Dat moeten we ook met deze elf kunnen oplossen. En dat hebben we niet gedaan. En dat is mijn verantwoordelijkheid. Het doet alleen pijn als je natuurlijk je naam wordt hoort scanderen. Dat is nooit niet prettig. Maar als het aan mij lag, was het gemakkelijk. Dan was het de keuze snel gemaakt. Oh ja, dan mag de voorzitter bij mij komen, hè, als het aan mij ligt. Dat is voetbal, hè. Dus dan is het gemakkelijk. Als het daarmee opgelost is, ja, dan moet je niet te lang wachten. Dus dat is het enige wat ik daarmee bedoelde. We begonnen nogthans met goede moed aan de wedstrijd, want we wouden niet teruggeven aan de supporters na de mislukte match tegen Anderlecht. Maar ja, we komen heel ongelukkig op achterstand, denk ik. Dat is echt een lucky goal van Sint-Truiden. En dan gingen de kopjes van naar beneden en dan krijgen we snel die tweede goal. En dan kreeg Sint-Truiden vertrouwen en dan lukte het bij ons niet meer. De meeste mensen hadden natuurlijk ook verwacht na die goede tweede helft in Mechelen dat er vandaag op dat elan ging verder geborduurd worden. Ja, maar dat gevoel hadden wij ook. We hadden na Mechelen eigenlijk een goed gevoel overgehouden. Maar als je dan zo snel 2-0 achterkomt, dan gaan de kopjes naar beneden. En dat zou niet mogen. Vorig jaar waren wij een ploeg die, als we achterkwamen, samen knokte voor er terug bij te komen. En dat hebben we op Mechelen eigenlijk ook nog gedaan. Dus dat hadden we vandaag ook moeten doen. Uiteindelijk ja, zag je vandaag een zwak Westerrood lichter. Dan scheelt er dat iets bij de motivatie of zo? Ja, ik hoop van niet, want we spelen nog altijd in de eerste klasse. En dan zou je gemotiveerd moeten zijn voor elke wedstrijd. Maar ja, het loopt net niet goed genoeg. En ja, zoals die eerste goal dat typeert. Misschien wel in welke fase dat wij zitten als groep. Ja, maar Harm buiten, dat is gemakkelijk om te roepen. Dat zou gewoon een oplossing zijn om te zeggen dat niemand het meer weet. We moeten allemaal samen hetzelfde koord trekken en in dezelfde richting kijken. En we moeten gewoon hard voor elkaar durven zijn en durven zeggen waar de pijnpunten liggen bij ons. En alleen zo gaan we sterker worden, denk ik. Ik denk dat iedereen toch wel eens voor de spiegel moet gaan staan en de ernst van de situatie gaan beseffen. Ik denk wel dat we de wedstrijd hebben aangevat met dezelfde intentie als die tweede helft in Mechelen. Maar je ziet dan dat Sint-Truiden daar eigenlijk slim op inspeelt en zich posteert voor die verdediging. Zodat wij echt wel moeite hebben om die spitsen meteen aan te spelen. Ja, en dan komt er nog heel ongelukkig op achterstand en dan zie je halverling de bui al belangen. Is ja een beetje een collectief probleem? Misschien ook een probleem van motivatie bij sommige spelers? Ja, daar spreek ik me niet over uit. Hè. Ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En ik weet, als ik op dat veld sta, dat ik mij 200% geef voor Westerlo. Ja, want als je dan de sporters hoort roepen, ja, buiten, dat is ook niet echt, ja, hij kan ook niet alleen de schuld daarvoor dragen. Hè? Nee, absoluut. Ik denk dat wij als groep hiervoor ook op het voorplan moeten treden en onze schuld daarin bekennen. Ik denk dat wij nog altijd degene zijn die dat op het veld moeten bewijzen en ja, daar kan de trainer weinig of niets aan veranderen. Ja, u loopt al een aantal jaren rond in Westerlo. Merk je nu dat de spanning toch weer opneemt of niet echt? Ja, ik zeg het, ik heb het al meegemaakt, de degradatie van Westerlo. En ja, ik weet de ernst van de situatie als je in het begin van de competitie die punten maar niet neemt. En ja, ik denk dat de hele groep dat moet beseffen en dat we onze rug nu moeten rechten en zorgen dat die kloof niet groter wordt. Komende dinsdag bekermatch, dat is eigenlijk dan in dat opzicht toch een belangrijke wedstrijd. Ja, in dat opzicht kan je de wedstrijd wel snel naast je neerleggen. Als je dan een goede prestatie kan leveren tegen Cercle Brugge, dan wordt het allemaal misschien wel een beetje vergeten. En kan je misschien terug in die goede flow komen. Ja, want de positie waarop Westerlo nu staat, had eigenlijk bij aanvang van het seizoen niemand verwacht of gedacht eigenlijk. Nee, absoluut. En zeker niet na die eerste prestatie hier thuis tegen Gent. Hè. Ik denk dat we daarin laten zien dat we echt wel thuis horen in die eerste klasse. En dat we ploegen het moeilijk kunnen maken.
Maar ja, er zijn natuurlijk een aantal factoren die ook meespelen. Bijvoorbeeld de blessure van Benji en zo. En van Fred die er geweest is. Dus dat zijn wel ja, dingen die niet in ons voordeel spelen. Dus, Je maakt natuurlijk keuzes. Hè? Dat is niet helemaal zo. Je kan niet alle 11 opstellen. Dus er zullen altijd jongens zijn die wat ongelukkig zijn. En die graag wat meer willen spelen. Maar dat moet ze tonen op het veld. Ik heb al wat geschoven. Soms krijg ik het verwijt dat ik al wat te veel schuif. Maar dat doe ik omdat ik dingen zie die me niet aanstaan. Die gewoon beter moeten. En het is vooral onze thuiswedstrijden dat we het zeer moeilijk hebben. We hebben zeker de laatste 2 thuiswedstrijden niet dat kunnen brengen wat je van dit Westerlo mag verwachten. En dat is pijnlijk. Dat is ook een constatering. Wat ik zeg, vandaag was het misschien daarin ongelukkig. Misschien ook de kwaliteit van zijn truiden. Maar daarin hebben we zelf te weinig gebracht. En dan zie je ook, als we het spel wat meer moeten maken, dat we soms ook te kwetsbaar worden om alles te dragen. Dat we dan niet altijd de juiste keuzes maken. Daar is wel een stof om over na te denken. Of de groep achter me staat, daar ben ik uit niet zo mee bezig. Ik zag ze vandaag wel hard werken. Ik denk dat ik vandaag meer teleurgesteld ben over de dingen die ik in grote lijnen aanvallend en verdedigend zag. En dat baart mij meer zorgen. Komende week 2 wedstrijden, dus het moet snel gaan gebeuren, die klik. Hè? Maar het is misschien ons geluk dat dinsdag al terug wedstrijd is. Niet te lang dat deze kan nasudderen, maar dinsdag gewoon tonen dat we wel voor elkaar willen vechten. En dat zijn we verschuldigd aan iedereen hier in de club.